Ik sta altijd voor u klaar. Ik ook. En ik. En ik. En ik. En ik. En ik. En wij. Wij van de Heerming Groep staan altijd voor u klaar. Voor renovatie, onderhoud en schilderwerken. Ook in de winter. Want binnenschilderwerk hoort niet in de zomer te gebeuren, maar juist in de winter. Helaas weten onze klanten ons daar nog niet altijd te vinden. En dat is zonde, want ook in de wintermaanden staan we graag voor u klaar. En werken we met veel plezier en enthousiasme. Zo leveren wij binnen schilder- en onderhoudswerk. En ook daarvoor geldt dat we niet voor de goede kwaliteit gaan, maar voor de beste kwaliteit. Of zelfs nog beter dan dat. Wij doen niet alleen het schilderwerk. Wij denken ook met u mee over het binnenontwerp, de veiligheid en de akoestiek van de ruimte. Dat is deel van onze service. Omdat we hechten aan een goede relatie met tevreden klanten. We gaan graag voor u aan de slag komende winter. Door ons in de winter van opdrachten te voorzien, draagt u bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eigenlijk horen wij zomers geen binnenschilderwerk te doen. Dat kan namelijk prima in de winter. En het buitenwerk doen we dan zomers. Door een betere werkspreiding lossen we een gezamenlijk probleem op. Want een betere verdeling zorgt voor minder kosten. Voor ons en voor u. Als wij 's winters door kunnen werken, maken we geen gebruik van de WW. Dragen we minder premies af. Dus is het voordeliger voor u. Zo dragen we bij aan een gezonde economie in Nederland. En daar profiteren we met z'n allen van. En wij kunnen met ons team de winter door. Dat geeft ons zekerheid en motivatie. Absoluut. En dat vind ik erg prettig. En die motivatie ziet u terug in het vakwerk dat wij leveren, zoals hier. Helpt u mij? En mij? En mij? En ons? Helpt u ons bij een betere werkspreiding? Dan zijn er alleen maar winnaars. De Heerming Groep wil graag dat de vastgoedsector, de werkgevers en de werknemers ook meedoen om het arbeidsproces in de winter zo bestendig mogelijk te maken. Dat is goed als vorm van maatschappelijk ondernemen en het is toekomstbestendig. Dus meedoen, hè?